Vertel Waddinxveen. Aflevering 9. 100 jaar ondernemen. Waddinxveen is een ondernemend dorp. Met een aantal mooie bedrijventerreinen, een prachtig winkelcentrum en winkelstrips in de wijk. Bedrijven met een rijke geschiedenis en ook van groot belang voor Waddinxveen. Vandaag gaan wij op bezoek bij drie bedrijven. Stuk voor stuk familiebedrijven die al meer dan 100 jaar actief zijn in Waddinxveen. Ik ben benieuwd naar de verhalen. Marion en John Mulder van Muldermode zijn aan het werk in de winkel. De burgemeester komt de winkel binnen en begroet Marion en John en vader Jan. Muldermode, een begrip in Waddinxveen. Een prachtige modewinkel die al bijna 165 jaar bestaat. De crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog, alles hebben ze meegemaakt. En Marion, samen met John ben je nu de vijfde generatie. Ja, dat klopt. In 1858 zijn wij aan de Zuidkade voor de Victorkerk zijn we begonnen als kleermaker-barbier. En hebben diverse crisissen overleefd. Maar daar kan eigenlijk mijn vader veel meer over vertellen. De Tweede Wereldoorlog was vrij moeilijk voor het gezin Mulder, want moeder was er niet meer en vader bleef achter met een aantal kinderen. En toen is mijn vader thuis komen werken en toen hebben ze gezegd tegen elkaar van we gaan alleen nog werken voor goederen. Dus er werd gewerkt voor boterkaas en eieren. Eind jaren 40 of eind jaren 40 jaar. Toen kwamen er plannen voor een winkelgalerij aan de Kerkweg. Van de 8 winkels die gebouwd zouden worden, bleven er door de Koreaanse crisis maar 2 over. En dat was Mulder, de kleermaker, herenmode en de dameskapper. Ja, ik ben de 4e generatie. Ja. En in 1979 zeg maar, toen zijn in de kleermakerij verder gegaan. Winkel van Lievelee uitgebreid door een drietal verbouwingen in de jaren 60, 70. Ja. En John is in eind jaren 90 erbij gekomen. Dus in 1951 is dus het begonnen met overhemden en stropdassen bij de maat, kostuums die we maakten. En in 1959 zijn we officieel met confectie begonnen. Ja. En vanaf dat moment is het helemaal uitgebouwd eigenlijk tot dat moment is het steeds groter geworden. Tot wat het nu is. Ja. Prachtig. Eind jaren 90 kwam ik inderdaad in de zaken bij met mijn ouders. En in 2008 hebben we met elkaar het 150-jarig jubileum mogen vieren. In 2009 heb ik uiteindelijk de winkel in zijn geheel overgenomen van mijn ouders, waarna we in 2014 verhuisd zijn naar het Goudenplein. 2015 was het moment om mijn zuster bij te vragen en damesmode te beginnen. De burgemeester rekent een artikel af aan de kassa en verlaat de winkel. Zo. Firma de Rooij. Firma de Rooij, ja. De burgemeester bezoekt Maarten de Rooij. Wij zijn 103 jaar gevestigd in Waringsveen. We zaten eerst aan de Hefbrug, bij de Hefbrug, aan de Henegouwenweg, maar dat was logistiek gezien niet zo handig. Nee. Toen 27 jaar geleden heeft mijn vader dit bedrijfspand laten bouwen en daar zitten we nog steeds met veel plezier. Oké. En hier een stukje historie? Dit is een stukje historie, ja. Dit is hoe het ooit begonnen is als een boterhandel. De kruidenier die kon zelf kiezen voor een logo in zijn boter. Dan sneden ze de grote blokken boter sneden ze in kleinere stukjes en dan stansten ze dat erin. En dan konden ze ook nog kiezen voor een mooi hulsje. Dus een kartonnen sleeve is dat wat om die boter heen ging. Dat vouwden ze dan zo dicht. En ja, hier zie je de mannen dan bezig met het snijden. En later werd dat machinaal gedaan. Ja, dan ging het met inmiddels toen 3 vrachtwagens werd dat vervoerd. En dit ben ik als klein jongetje met mijn opa weer, die hier de eerste paal dus slaat. De burgemeester loopt met Maarten naar de opslag. Hey, nog eventjes helemaal terug naar 1919. Hoe is het nou begonnen? Mijn overgrootvader is het bedrijf begonnen door met paard en wagen langs de huizen te gaan en kaas en boter en margarine te verkopen. Ja. Al snel gingen ze kruidenierswinkels bevoorraden met koffie, zoetwaren, chocolade, etc. Kruidenierswinkels die werden supermarkten. Ja. En ook daar gingen we onderdeel van uitmaken. Maar supermarkten, dat werden hele grote logge organisaties. Ja. Dus toen zijn we andere bedrijfsactiviteiten gaan zoeken. Is onder andere de kerstpakkettenbranche geworden die we bedienen. Ja. En dat is inmiddels 25% van onze jaaromzet. Oké. Dus echt heel veel in die kerstpakketten. Echt heel veel richting die kerstpakkettenbranche. Daarnaast zijn we ons gaan focussen op de export van Nederlandse levensmiddelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Senseo-pads. Ja. Ook bedienen we de etnische supermarkten en de grenswinkels. met een aanvullend assortiment waar een aanmerkfabrikant dat niet meer wil of kan, dan pikken wij dat op. En jullie dat dan in het schraptuin kunnen zetten. De burgemeester en Maarten lopen verder door de opslag. Hey, en jouw overgrootvader is met dit bedrijf begonnen. Dus ja, het is echt een familiebedrijf. Ja, zeker. En allemaal Maartens. Mijn vader Maarten, de derde generatie. Ja. Ik ben de vierde generatie. En mijn zoon heet ook Maarten, dus wie weet. De burgemeester en Maarten lopen terug naar het kantoor. De burgemeester loopt naar Van der Linde voor wonen en slapen aan de Dorpstraat. Een hele goede middag. Welkom. Middag. Dankjewel. Ja. Dankjewel. De burgemeester en Henk Van der Linde lopen door de winkel en bekijken de producten. Het derde bedrijf met zo'n lange historie is Van der Linde. Voor wonen en slapen. Niet meer weg te denken uit de Dorpstraat. Want Henk, volgens mij zitten jullie hier al sinds 1914. Ja, dat klopt. Eigenlijk zijn we al actief sinds 1884. Toen nog met een koffer en paard en wagen langs de deur. Daar hebben we nog een mooie foto van. Dit is mijn overgrootvader met zijn zoon. Die ging langs de deur met de manufactuur eigenlijk. En dat klopt, in 1914 hebben we hier onze eerste winkel gestart. We hebben hier een kleine afbeelding van. En die winkel is uitgebreid naar een grotere winkel in 1959. Dat was dit gedeelte. Ja, en dat zat steeds hier op deze plek? Steeds op dezelfde locatie. En dit was het woonhuis waar ik met mijn ouders woonde. Daardoor kan ik eigenlijk wel zeggen dat ik in de winkel opgegroeid ben. Want het hele complex is nu winkel geworden. Okay. Ja, we hebben nu 1500 vierkante meter. Dat is het complete complex. En dat maakt ons een echte specialist in wonen en in slapen. Henk neemt de burgemeester mee naar de eerste verdieping. Hey, en als het gaat om Waddinxveen, is dat een bewuste keus? Ja, eigenlijk wel. Mijn vader was heel erg gehecht aan de Dorpstraat. Had een goede band met andere ondernemers. Was een soort vriendenclub eigenlijk geworden. Dus toen we besloten uit te breiden in 1992, waarbij we gelijk de slaapkamerafdeling hebben toegevoegd, ja, ging ons woonhuis plat en werd het winkel. Dus eigenlijk op de plek waar we nu staan ben ik geboren. Dus ik kan echt zeggen dat ik in de winkel opgegroeid ben. Inmiddels ben jij de vijfde generatie van Mulinde. Hoe ben jij het bedrijf ingerold? Nou, eigenlijk al van kleins af aan. Het was bij ons in de schoolvakanties meehelpen. Begonnen met vloeren vegen. Na mijn schooltijd ben ik hier gaan werken. Het vak van stoffeerder geleerd. En van stoffeerder door de winkel in. De burgemeester en Henk gaan weer naar beneden. Hey, jullie bestaan nu ruim 100 jaar. Klopt inderdaad. We bestaan nu 108 jaar. Ja. In 2014 zijn we onderscheiden als hofleverancier. En dat was echt een super moment. Oké, dus op naar de 125 jaar. Zeker weten, zeker weten. De burgemeester laat zich vallen op een bed in de winkel. Ondernemen is een vak. Ik heb verhalen gehoord van durf, passie, innovatie. Je bent ook niet voor niks al meer dan 100 jaar in bedrijf. Ik heb met plezier en ook trots naar deze verhalen geluisterd. Hebt u ook een verhaal dat verteld moet worden? Laat het mij weten. Vertel Waddinxveen. Heeft u een Waddinxveens verhaal dat verteld moet worden? Mail naar burgemeester@waddinxveen.nl. Met dank aan John, Marion en Jan Mulder van Muldermode, Maarten de Rooij van De Rooij Groothandel en Henk Van der Linde van Van der Linde voor Wonen en Slapen. Dit is een productie van Textueel Communicatie.